Het einde van een periode waar artiesten toch niet echt vertrouwd mee waren. 3 maanden hebben we stilgezeten, maar eigenlijk ook niet. Hè? Nee, we hebben jullie dagelijks muziek laten horen van ons. Hè? Ja, we hebben jullie elke dag een portie muziek gegeven. En we hopen dat we daarmee toch een beetje een zonnestraal waren in de donkere periode die we hebben doorstaan. Want het is toch ook wel zo, nu 3 maanden later. Het gaat allemaal veel beter en we hopen dat het alleen maar de goede richting uitgaat. Daarmee nemen we ook een klein beetje afscheid van jullie, want dagelijks gaan we niet meer de filmpjes kunnen plaatsen. Er komen ook altijd weer wat nieuwe optredens binnen, dus begin stilletjes aan terug het normale leven zijn, ja. te zijn. Hè. Wat niet wil zeggen dat we nu niet dankbaar zijn. Nee. Dankjewel voor zoveel weken eigenlijk, zoveel dagen. Naar te ons volgen. Te kijken en te volgen. Ja, ons eerste filmpje had bijvoorbeeld 5000 views. We weten niet wie dat allemaal bekeken heeft of wie dat er dagelijks allemaal keek. We hebben wel enkele mensen waar we zeker van zijn. Maar we hopen dat we ook nieuw publiek hebben aangesproken. Hè? Ja, en dat we die mensen ook een keer in levende lijf mogen zien. Ja, en voor degenen die we niet in levende lijven kunnen zien wegens omstandigheden, hebben we ook goed nieuws, want wij zijn er zaterdag alweer terug. Dus we gaan wekelijks terugkomen op zaterdag of zondag. Maar ja. Dat gaan we dan telkens wel laten weten. Nu gaat het waarschijnlijk zaterdag zijn. Aangezien we 4 juli. Ja, op 4 juli. En de 5 juli gaan we proberen toch live te gaan en met verschillende mensen toch een keer aan te spreken en te zeggen van, zet een keer een filmpje online voor degenen die thuis blijven. Ja, het is dat. We gaan het symbolisch afsluiten. We hebben begonnen met een mooi nummer en we sluiten af met een mooi nummer. Ja, we gaan eindigen met wat we begonnen zijn. En dank u wel aan Christiane Goderis. Het is ook een beetje speciaal voor haar vandaag, want zij heeft het nummertje nog eens aangevraagd. En het heet dus weer Veel te mooi. Dank u wel allemaal. En de zon scheen meer dan ooit. Is er dan een keertje muziek? Alles viel weer in de plooi. Veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi. Van alles wat je mij beloofde, blijft er niets meer over. Enkel brieven, enkel woorden, wat van spijt. Geen kasteel, geen kon, houden ons nog te samen. Nu ging mijn stille droom, jij met de noorderzon. Veel te mooi, jij zou mij toch steeds beschermen. Voor jou liet ik anderen staan. Nee, ik wil niet langer vechten, zoals sneeuw tegen de dooi. En je zal het nog vaak zeggen, je hebt mijn dromen weggegooid. Veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi, veel te mooi. Van alles wat je mij kasteel niet kon, hou ons nog te samen. Je ging mijn stille droom, jij met de noorderzon. Veel te mooi. Dames en heren, dankjewel voor al die maanden dat jullie hebben gekeken. We hopen dat we jullie binnenkort snel terugzien en vooral blijf gezond. Nee, ik wil niet langer vechten, zoals sneeuw tegen de dooi. En je zal het nog vaak
hart zeggen, je hebt mijn dromen weggegooid. Veel te mooi, 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 veel te mooi. Dankjewel, dames en heren. We zien jullie wel terug op een optreden. En misschien leren we elkaar daar dan nog een beetje beter kennen. Ja, dankjewel om te kijken en het doet ons enorm veel plezier dat jullie dit allemaal hebben gedaan de afgelopen dagen, weken, maanden. Dankjewel. Nogmaals ook een steun aan iedereen die iemand verloren is aan het coronavirus. Ik hoop dat het allemaal wat beter gaat nu met jullie en dat we niet uitgeraken allemaal te samen. Ja, en dat we binnenkort elkaar kunnen terugzien. Tot zaterdag. Dankjewel. Veel te mooi.